We gaan met elkaar uit de Bijbel lezen en de eerste lezing voor vanmiddag vindt u in 1 Korinthe 1 en 1 Korinthe 2. Vanaf vers 17 tot en met 25 en vervolgens uit hoofdstuk 2, vers 1 tot en met 9. En daar komt het woord van God naar ons toe, waar Paulus schrijft aan die Korinthische gemeente, want Christus heeft mij niet gezonden om te dopen, maar om het evangelie te verkondigen. Niet met wijsheid van woorden, opdat het kruis van Christus niet verijdeld worden. Want het woord van het kruis is wel degene die verloren gaan dwaasheid, maar ons die behouden worden is het een kracht van God. Want er is geschreven, ik zal de wijsheid der wijzen doen vergaan en het verstand van de verstandigen zal ik teniet maken. Waar is de wijze? Waar is de schriftgeleerde? Waar is de onderzoeker deze eeuw? Heeft God de wijsheid van deze wereld niet dwaas gemaakt? Want nademaal in de wijsheid Gods de wereld God niet heeft gekend door de wijsheid, zo heeft het God behaagd door de dwaasheid van de prediking zalig te maken die geloven. Omdat de Joden een teken begeren en de Grieken wijsheid zoeken. Maar wij prediken Christus, de gekruisigde. De Joden wel een ergernis en de Grieken een dwaasheid. Maar hun die geroepen zijn bij de Joden en Grieken, prediken wij Christus, de kracht van God en de wijsheid van God. Want het dwaze van God is wijzer dan de mensen en het zwakke van God is sterker dan de mensen. En dan nu bij hoofdstuk 2 vers 1. En ik, broeders, als ik tot u ben gekomen, ben niet gekomen met uitnemendheid van woorden of van wijsheid, u verkondigend de getuigenis van God. Want ik heb niet voorgenomen iets te weten onder u dan Jezus Christus en die gekruisigd. En ik was bij u lieden in zwakheid en in vrezen en in vele beving. En mijn reden en mijn prediking was niet in bewegelijke woorden van menselijke wijsheid, maar in betoning van geest en van kracht. Opdat uw geloof niet zou zijn in wijsheid van mensen, maar in de kracht van God. En wij spreken wijsheid onder de volmaakten, maar een wijsheid niet van deze wereld, noch van de overste van deze wereld, die teniet worden. Maar wij spreken de wijsheid van God, bestaande in verborgenheid die bedekt was, welke God tevoren verordineerd heeft tot heerlijkheid van ons, voordat de wereld was. Welke niemand van de oversten van deze wereld gekend heeft, want indien zij ze gekend hadden, zo zouden zij de Here der heerlijkheid niet gekruist hebben. Maar zoals geschreven is, hetgeen het oog niet heeft gezien en het oor niet heeft gehoord en in het hart van de mensen niet is opgeklommen, hetgeen God bereid heeft, dien die hem liefhebben. Dit zijn niet zomaar woorden, maar dit zijn de eeuwige woorden Gods. En dan merkt u al lezend en luisterend dat hier ontzettend veel wordt gezegd als het gaat over de boodschap die gebracht moet worden in kerk en wereld. En daarom heb ik mij voor de meditatie ook een beperking opgelegd. In die zin dat ik me vooral richt op wat Paulus zegt in vers 2, gecombineerd met vers 9 uit hoofdstuk 2. En als u nou de moeite neemt om daar nog eens even met mij naar te kijken, daar staat dan, want ik heb niet voorgenomen iets te weten onder u dan Jezus Christus en die gekruisigd. En dan ook 9, maar gelijk geschreven is, hetgeen het oog niet heeft gezien en het oor niet heeft gehoord en in het hart van de mens niet is opgeklommen, hetgeen God bereid heeft dien die hem lief
hebben. Tot zover. Ja, er zijn wel eens dingen, geliefden, die vergeet je je leven lang niet meer. Ik moet dan terugdenken toen ik voor het eerst bevestigd werd als predikant van de hervormde gemeente van Hellouw. Dat een oude, wijze broeder tegen mij zei na die zondag: vergeet nou één ding nooit, dat je niet altijd geeft waar jouw gemeente om vraagt. En hij had gelijk. Ze vragen vanuit de gemeente best veel aan je, ook vaak wel goede dingen, maar er zijn ook wel eens vragen die mag je gewoon terzijde schuiven, dat je niet geeft waar ze om vragen. En dat geldt dan ook zeker voor de boodschap. De boodschap die wij voorstaan, die zondag en zondag in elke kerk gebracht moet worden. Dat is de boodschap van het kruis van Christus. Moeten de preken dan altijd gaan over Jezus Christus en de gekruiste? Moet dat nou altijd de rode draad zijn? Nou ja, volgens Paulus wel. Hij zegt het direct en duidelijk in het tweede vers. Jezus Christus en wel de gekruiste, daar zit dus kennelijk alles in. Bent u het daarmee eens? Ja, zeg je, natuurlijk ben ik het daarmee eens. Nou, ik vraag het even aan u. Zeg nou niet te snel ja, want het verzet tegen de boodschap van het kruis, die is taaier in je hoofd en hart dan je denkt. Ben je daar ook achter? Ja, hoor ik vaak, Jezus Christus moet centraal staan, maar daar is toch ook nog de opstanding? En daar is toch ook nog het werk van de Heilige Geest? En er zijn toch nog tal van onderwerpen uit de Bijbel die ontzettend actueel zijn? Er is dan nog veel meer, hoor je ze dan zeggen. Als het nou altijd op zondag in de diensten gaat over het kruis, word je dan niet somber? Moet je het dan altijd maar hebben over de donkere kanten van ons bestaan, over de zonde en over de dood? En kun je wel genieten van het leven als je altijd wordt uitgenodigd om naar dat kruis te kijken? Dat is toch niet aantrekkelijk? Dat is toch eerder afstotend? Het is toch van geen wonder, zeggen ze wel eens tegen mij, dat heel wat mensen de traditionele kerk verlaten op zoek naar wat anders. Want ze horen door de week al zoveel negatieve verhalen en dan op zondag willen ze wel eens graag een opsteker te horen krijgen. Elke keer kijken naar die jonge man, die dertiger die daar naakt hangt aan het kruis met een stuk geslagen lichaam en dat bebloede gezicht. Wie heeft dat nooit eens een keer gedacht? Wij zijn moderner dan we denken. Jezus Christus en wel de gekruiste. En als je gaat tellen, dan zegt Paulus in hoofdstuk 1 en 2 dat drie keer. Dan moet dat dus te denken geven. Dat brengt die Korinthische christenen nadrukkelijk onder de aandacht. Dan zit je even te denken, geloven die christenen in Korinthe dat dan niet meer? Jawel, het is Jezus voor en het is Jezus na. Maar het kruis, dat hebben ze in zekere zin achter zich gelaten. Ze zien Jezus meer als iemand die zeg maar zegt voorwaarts mars. En zodoende bij die Korinthische christenen raakte het kruis buiten beeld. En op verre afstand van het kruis zijn ze druk in de weer met geestesgaven. En op een gegeven ogenblik is het zo ver gekomen dat ze allemaal zo'n beetje hun lijntje hebben met de levenden. En onderling dan wedijveren ze wie de beste is in tongentaal.
En dan ben ik er nog niet helemaal, want als je zit te lezen in het eerste hoofdstuk, dan is daar oneenigheid ontstaan over de voorgangers. De een die is fan van Apollos en een tweede die is fan van Petrus, dat zijn tenminste nog eens predikers. En het zijn ook niet de minsten die ze noemen. Maar hun geloof, dat ging zeg maar rusten op mannen van naam. En dat rustte niet meer in God. En die Paulus die deze brief heeft geschreven, dat vonden ze eigenlijk maar een mannetje van niks. Klein, kromme neus, kaal. En de preken die hij hield, die waren nou niet echt meeslepend. Die spraken nou niet zozeer aan. En de boodschap die hij bracht, ja, dat wist je eigenlijk al van tevoren. Jezus Christus, de gekruisigde. En dat kruis, hè, dat raakte bij die Korinthische christenen al meer buiten beeld. En dat kwam ook wel door het economische klimaat waar die christenen daar ook van profiteerden. Toen Paulus daar in het begin kwam, waren er nog heel veel armen. Maar intussen zijn er niet zoveel armen, maar zijn er meer rijken. En intussen doen die jonge christenen weer volop mee aan de dingen waar ze in Korinthe helemaal voor leven. Ze gaan daar zeg maar voor geld en goed. Ze zijn niet vies van stralen en scoren. Ze houden van groeien en genieten. En ze doen volop mee aan carrière en competitie. Ik vat het maar samen. Ze vieren het leven eigenlijk als één grote vakantie. Ze vonden eigenlijk dat het leven altijd leuk moest zijn en dat alles moest lukken. En ze konden er eigenlijk ook niet zo goed tegen als hun lichaamskrachten afnamen. En ze vonden het helemaal niks als iemand een pukkelig of pokdalig gezicht had. Ze gingen voor vitaliteit, veerkracht, jong zijn en jong willen blijven. Aantrekkelijk zijn, niet afstotend. Men wilde dat het leven probleemloos en perfect verliep. Wel nu dat leven, hè, dat ze zeg maar volop leefden, die christenen weer, en die sfeer die ze inademden, die namen ze ook mee op zondag naar de samenkomst van de gemeente. En die ging ook weer een beetje regeren in de commissies waar ze deel van uitmaakten. Ja, zeiden ze, wij moeten met het woord de wereld in, natuurlijk. En het moet ook over Jezus gaan. Maar laten we nou niet te veel praten over dat kruis van Jezus, want dat is natuurlijk te confronterend. Daar bereik je de mensen toch niet mee. We moeten dan dat evangelie maar op een bepaalde manier aannemelijk maken. Nou, ik kom even naast je zitten als je het goed vindt, figuurlijk gesproken. Komen die Korinthische christenen je ergens bekend voor? Ja, toch? Of zijn we intussen zo blind geworden met elkaar dat we dat niet eens meer doorhebben in welke geest wij ademen en leven? Maar nou even direct en duidelijk. Want u zit hier vanmiddag niet voor niks. Het leven, ja, waar wij van huis uit vol voor willen gaan. Dat is toch op Golgotha gekruisigd. En wij hebben toch op Pasen een gloednieuw leven ontvangen. En sinds Pinksteren is er toch in ons leven een andere wind gaan waaien. Wij zijn toch andere mensen geworden die een ander leven leiden, of niet? Of nog niet?
De boodschap van het kruis beoogt toch dat wij andere doelen nastreven dan de wereld om ons heen. Die boodschap van het kruis, met een bijbehorend leven, dat krijgt toch vaak gefronste wenkbrauwen en snerende opmerkingen. Waarom heeft God zijn zoon nou laten ophangen aan twee ruwe balken? Dat is toch de dwaasheid gekroond? Nou ja, daar liep Paulus in Korinthe al keihard tegenop. De Grieken die zeiden tegen hem, die symbool staan voor de heidenen, Paulus, wat vertel je toch een vreemd verhaal? Rauw, ruw, rafelig. Word ik, Paulus, vrijgekocht van de macht van geld en goed en seks door die ene man die daar hangt tussen hemel en aarde? Dat vind ik dwaas. Kan ik niet geloven. Dat is een boodschap voor simpele zielen, maar niet voor mij. En Joden, die denken er ook zo over. Die kennen de God van Israël, ja. Maar ze zeggen een heiland aan een houten kan niet. Want wie daaraan hangt, die is vervloekt. Wie daaraan hangt, die heeft de Heere tegen zich. En hij is trouwens ook niet van het kruis afgekomen. Weliswaar mooi begonnen. Een mooie missie, want je moet eens zien hoe het geëindigd is. God heeft hem niet geholpen. De Messias die komen zou, die zou de vijand verjagen. Die zou niet verliezen. Dus ook de Joden die struikelen over de boodschap van het kruis. En Paulus vond dat trouwens vroeger ook. Maar niemand, lazen wij, zag God aan het werk, die in Jezus Christus onder ons was. De knapste koppen ook niet. De hele wereld was er blind voor. En uiteindelijk, lazen wij, hebben de leiders van deze wereld de Heere der Heerlijkheid gekruisigd. Ze hadden het niet door. Weliswaar wijs, toch blind. Je hebt het intussen hopelijk opgepikt, die Korinthische christenen die waren weggeraakt bij dat kruis van Christus. Want ja, wat moet je toch met zo'n boodschap en voor jezelf uiteindelijk en voor de samenleving? En kijk je, gemeente en geliefden, vanmiddag naar het kruis. Denk je dan niet, moet ik mijn leven leggen in handen van een mislukte man? Moet ik dan vertrouwen dat hij me er voor eeuwig bovenop heeft geholpen? En als ik het dan doe op zijn uitnodiging, en ik ga er ook nog eens een keer van getuigen, dan wordt het toch niet voor vol aangezien? Dat roept toch alleen maar meer vragen op. Ben je op die rare manier gered? Heeft de Heere die weg gekozen? Dat is toch dwaas? In ieder geval, geliefden, hoe langer je erover nadenkt, vanuit jezelf kom je echt nooit zo ver dat je zegt, ja, het heeft wel even geduurd, maar nou snap ik het hoor, nou snap ik het. Helemaal niet. Geloven in de gekruisigde, dat moet echt van God komen. En Gods geest heb je echt wel nodig. Want anders dan wordt je kijk op het kruis nooit, maar dan ook nooit anders. En zul je nooit zeggen en zingen met Paulus mee in vers 9. Wat geen oog heeft gezien, geen oor heeft gehoord, wat geen hart heeft bedacht, maar wat door God is bereid voor al degenen die hem lief hebben. Ik wil nog een paar dingen tegen u en jullie zeggen. De boodschap van het kruis, wat heeft die ons vandaag nog te zeggen?
vinden wij dat met z'n allen nog steeds het belangrijkste feit uit de hele geschiedenis? Ik bedoel, zonder Golgotha geen redding, zonder Golgotha blijven we verloren. Je komt er alleen achter als je gehoorzaam voor dat kruis gaat staan, om het vervolgens te laten indalen en ook op je te laten inwerken. En ik stel voor, zullen we nog een poosje samen die oefening doen? Als je kijkt naar het kruis, dan zie je allereerst jezelf. Allereerst jezelf? Ja. Jazeker. Je ziet aan de zaligmaker wat je opstand en ongehoorzaamheid tegen God heeft veroorzaakt. En je ziet tegelijkertijd waar zo'n leven eindigt. Hou je vast, hoor het goed, in de dood. Kijk je naar het kruis, dan zie je tegelijkertijd hoe gehavend en geschonden en gebroken je leven er door de zonde uitziet, tot niets meer in staat dan nog de laatste adem uitblazen. Kijk je naar het kruis, dan zie je in één oogopslag wat God van jou vindt en van u en van mij. En ook wat je hebt verdiend. Kijk je naar het kruis, dan zie je tegelijkertijd ook wat God met je zonde en schulden heeft gedaan. Dat er één is geweest die van boven naar beneden is gekomen en die dat hele bedenkelijke verhaal van u heeft gedragen tot op het hout toe. En die zo je leven met God heeft verzoend. Kijk je naar het kruis, dan zie je waar je oude leven eindigt en waar het nieuwe begint. Kijk je naar de gekruisigde, dan kom je er ook achter dat al je idealen en je verlangens, en die hebben we allemaal, waar je het liefst vol voor wilt gaan, dat die daar gekruisigd zijn. En kijk je naar het kruis, dan zal het besef gaan groeien, dit gaat mij alles kosten. En die pijn die dat geeft, die ga ik voelen. Omdat heel veel dingen haak staan, ook na ontvangen genade en levend van zijn liefde, haak staan op datgene wat onze heiland voorleefde en voorstond. Maar waar je nog zo vaak moeilijk afstand van kunt doen. En waar je nog zo ontzettend naar verlangt. Kijken naar het kruis, weet u, dat is ook heel genezend. Daar sterft bijvoorbeeld je pessimisme. Als je zo'n karakter hebt dat je denkt, het was niks en het is niks en het wordt nooit meer wat met me. Daar sterft ook je optimisme. Wie doet me wat? Zie eens wat ik kan en wat ik heb en wat ik doe. Kijken naar het kruis. Geliefden, dat betekent niet voorwaarts mars, maar dat betekent daar blijven. En daar leren dat dat de basis is van je bestaan. En geloof me, bij dat kruis komt alles aan de orde. Je zonden, je wonden, je biografie, je onzekerheid die genezen moet worden. De plannen die je hebt, die moeten daar ook langs. Je gedrag, je opdracht die je hebt als christen. Jezelf haat of jezelf vertrouwen. Het komt daar allemaal aan de orde. En kijk het naar het kruis. Dan leer je om je leven te leggen in de handen van Hem, met wie je stierf en opstond,
en leer je alleen daar dat de zonde en de dood niet meer over je heerst, al heb je er nog genoeg mee te stellen. Dat kruis, geliefden, dat leert je ook, ik was dieper gezonken dan ik dacht. Maar ik ben meer begenadigd dan ik vaak geloven kan. Dat kruis, dat leert je ook wat het betekent om bevrijd te zijn. Bevrijd te zijn van de wereld om je heen en de wereld die je in jezelf aantreft. Op zo'n manier dat het zijn grip op je verliest. En dat je wat minder onder de indruk raakt wat de wereld om je heen en ook de kerkelijke wereld van je vindt of niet van je vindt. Je raakt ook stukje bij beetje volgens mij steeds minder afhankelijk van bijvoorbeeld je uiterlijk of je prestaties of je diploma's of je geld en goed, je baan en je bedrijf of je wel of niet bekend bent. Je leeft nog steeds in deze wereld, zeker. Maar je bent in wezen al in die andere wereld. En je kunt een goede dag hebben. En je kunt een slechte dag hebben. Je kunt een meevaller hebben. En je kunt een tegenvaller hebben. Maar in wezen, als je kijkt naar het kruis, doet het er niet meer toe. En als je gelooft in de gekruisigde Christus, lees je in dit stukje tot je verrassing en tot je verbazing, dat is Gods kracht in mij. En als je geloof in je ziel bespeurt, dan leer je dat steeds vaker zeggen, dat ben ik niet, dat is Gods kracht in mij. Dat is genoeg. Dat is alles. Dan heb je leven. Dan heb je zelfs eeuwig leven. Dan heb je zelfs het nodige te zeggen door je gedrag en met woorden. Zo vermanen we elkaar. Zo vertroosten we elkaar met deze boodschap. Amen. En we gaan nu met elkaar zingen van Psalm 119, daarvan de versen 65 en 69. 119, 65, 69.